We zitten in de boerderij Janshoven, dat onze familie uitbaat sinds 5 en 6 generaties. En dat toen in heel goede staat was. Wij hebben hier een prachtige omgeving van gemaakt met bomen te planten. En daarna in 1976, toen ik pas het gebouw gekocht had aan mijn zusters, kreeg ik een aangetekend brief dat het gebouw ging geclasseerd worden en dat ik niks meer mocht veranderen. Dus alles moest, niets gesloopt of voor de verbouwing moest je veel formulieren invullen en vragen en zien wat je eventueel zou mogen doen, maar daar komt zelden iets van. Dus wat wij hier zien is eigenlijk de toestand 1976. Ja, het is de toestand van 1976. Dus je hebt nooit iets kunnen echt wijzigen, maar dat is al 40 jaar geleden, denk ik. Inderdaad. Ja, ja. U bent landbouwer, hoofdberoep? Ik ben landbouwer, het is een akkerbouwbedrijf. Wij hebben geen dieren meer, gelukkig, want met zulke gebouwen, ik weet niet hoe ik dat zou kunnen aanvangen. Maar het probleem is dat de meeste gebouwen nu leeg staan en dat zij niet meer voldoen aan een moderne landbouw. Met grote machines die hier binnenkomen, zult je wel zien dat dat onmogelijk is. En wij hebben onder andere een loods moeten huren buitenkant om de gewaarste machine te zetten. En hier kunnen wij niks aan vangen. De meeste gebouwen staan leeg, behalve de schuur, waar wij toch een ruimte gemaakt hebben voor graan te stockeren. Voor te verven moet je een vergunning vragen. Voor een venster te veranderen moet je een vergunning vragen. Voor een dak te vernieuwen moet je een vergunning vragen. Maar niet alleen een vergunning, maar ook architecten meebrengen om die tamelijk duur zijn, vermits het gespecialiseerde architecten zijn. Toen de gebouwen geclasseerd werden, werden er in het dorp 4 boerderijen geclasseerd. En ik ben de enige die de gebouwen nog gebruikt. Allemaal de anderen zijn ofwel verhuisd ofwel zijn geen boer meer. Op een zeker moment hebben wij toch nagedacht of wat wij zouden kunnen doen met die gebouwen en eventueel als woning te gebruiken of te veranderen. Maar jammer genoeg zijn die nooit het doel bereikt. En het probleem is eigenlijk dat die gebouwen geen bijkomende openingen mogen hebben en dat het woningen worden met heel weinig licht. Wij zijn moderne landbouwer in een verleden tijd.